Partijgenoten, dit is dus nieuwe energie. Echte nieuwe energie. Ik zei gisteren in de Rode Hoed dat ik trots was op onze partij. U mag trots zijn op uzelf. Wat een enthousiasme en wat een partij hebben wij, dames en heren. En wat een veerkracht. En wat een veerkracht hebben wij gehad om na zo'n domper van 4 weken geleden zo weer op te staan. Op 20 februari trad Job Cohen terug als partijleider. En daar stond hij. Mijn partijleider die ons door een van de lastigste periodes van ons bestaan had geleid. Bijna 2 jaar had hij alles gegeven en het was simpelweg niet gelukt. Het afscheid was zoals hij zelf is. Groots, waardig, soeverein. Job, ik heb diepe bewondering voor die klasse. En ik ben je intens dankbaar voor wat je voor de partij hebt gedaan. En beste mensen, zoals zo veel vaker in de geschiedenis is gebleken, toont de Partij van de Arbeid op haar zwaarste momenten de veerkracht en het vermogen om zich te herpakken en weer door te gaan. En hoe? We hebben de afgelopen 3 weken een ongekend avontuur meegemaakt. Dankzij het dappere besluit van Hans Spekman om onze leden de kans te geven de nieuwe partijleider te kiezen. Vijf fantastische kandidaten hebben stad, land en de tv-studio's afgereisd voor een campagne die qua dynamiek, enthousiasme en strijdlust onze stoutste verwachtingen heeft overtroffen. In 3 weken tijd hebben wij heel Nederland bezig gehouden met een verkiezing waar uiteindelijk maar 55.000 mensen over gaan. En we hebben met z'n allen, van Leeuwarden tot Maastricht, van Middelburg tot Enschede, laten zien dat onze partij bruist van de ideeën en enthousiasme. En laat u door de cynici dus niks wijs maken. Want u hebt het bewezen. Politiek leeft als nooit tevoren en wij vormen daarvan het bruisend hart. Politiek doet ertoe. Beste mensen, dit is vooral de verdienste van mijn formidabele medekandidaten. Ronald Plasterk, Nebahat Albayrak, Martijn van Dam en Lutz Jacobi. Zij hadden de moed om deze strijd met elkaar en met mij aan te gaan voor het oog van de natie. En zo heeft heel Nederland gezien wat wij allemaal in huis hebben. De kennis van Ronald, de daadkracht van Nebahat, het lef van Martijn en de nuchterheid van Lutz. En stuk voor stuk zijn het gedreven idealisten. En als onze tegenstanders nu nog niet zenuwachtig genoeg zijn, zo hebben we er nog 25 in onze Tweede Kamerfractie. Vast van plan. Maar deze campagne was nooit geslaagd zonder alle medewerkers van het partijbureau die in vliegende vaart en ledenraadpleging de debatten en dit congres uit de grond hebben gestampt. Maar vooral niet zonder de vrijwilligers die de campagneteams van de kandidaten vormden. De hoeveelheid mensen dat zich spontaan melden om soms veel meer dan fulltime te gaan helpen in de campagne stemt mij mateloos optimistisch over de mogelijkheden van deze partij. Alle campagneteams verdienen daarbij een groot compliment. Ik wil de leden... Ik noem een paar leden van het winnende team bij name, want deze partij heeft namelijk niet 1 David Pluff die voor Obama de grassroots campagne organiseerde, wij hebben er 3. Renier Steffens, Rick Winsemius en Remy Wildhuis. 46 campagnebezoeken in 12 dagen tijd. En dat was een campagne door het land zoals we die niet eerder zagen. En zij deden dat niet alleen. Zij deden dat met een geweldig team om hem heen. Mark, Peter, Marleen, Arend, Jan, Lucien, Inge, Ernst, Jan, Adam, Stefan, Paul, Frank, Jelmer en Margot. En de enige die dan zo'n bizarre operatie op de juiste manier aan de mediastrategie en aan de kandidaat kan verbinden, is campagneleider Simon den Haak. Jullie maakten deze campagne tot een groot succes. En dames en heren, dat was maar 1 campagneteam. Maar we hadden er 5. En ik wil alle campagneteams, alle leden van de campagneteams die in deze zaal zijn, verzoeken om nu op te staan. Dus jullie zijn het kapitaal van deze partij en jullie verdienen een heel groot applaus.
De diepste dank gaat uit naar Tineke, mijn vrouw. De afgelopen jaren samen meegemaakt wat een Tweede Kamerlid allemaal meemaakt. De afgelopen 3 weken meegemaakt wat een kandidaat partijleider allemaal meemaakt. En nu gaan we samen een ongekend avontuur tegemoet. En met een jong gezin weet je nooit, is dat helemaal met de goedkeuring van thuis. Je bespreekt het, je hebt het erover, maar je weet niet waar je aan begint. Die goedkeuring werd samengebald in dat ene simpele sms-berichtje wat ik kreeg in die doldwaze dagen na het aftreden van Job Cohen, toen wij allemaal ons af zaten te vragen, moeten we het doen of moeten we het niet doen? Het sms'je luidde, wat we ook doen, we doen het samen. En zo is het. We gaan dit samen doen. Partijgenoten, ik ben trots, dankbaar en strijdbaar dat ik hier mag staan als uw partijleider. Ooit stapte ik in een Greenpeace-bootje omdat ik met mijn idealen de wereld wilde verbeteren. 9 jaar geleden stapte ik uit het Greenpeace-bootje in de politiek. Omdat ik me realiseerde dat je nog zo kan barsten van de idealen, maar dat je om een verschil te kunnen maken ook politieke macht moet willen organiseren en verantwoordelijkheid moet durven nemen. En sindsdien ben ik verknocht geraakt aan deze partij. Aan haar idealen, aan de mensen. Een partij die de wereld niet zomaar accepteert zoals die is, maar haar wil veranderen zoals wij wensen dat die wordt. Iedere dag weer opnieuw. En een partij die op haar best is als het hardste nodig is. En we zijn nu heel hard nodig. Want een mooie campagne is nu ten einde, maar het echte werk begint eigenlijk pas. U heeft de partijleider van de grootste oppositiepartij van Nederland gekozen. En oppositie voeren, dat zal ik. Met alles wat ik in me heb. In de Tweede Kamer met 29 geweldige collega's in onze fractie. Samen met andere partijen om zo de politieke krachten te bundelen. En buiten de Tweede Kamer, met maatschappelijke organisaties en met iedereen die ten strijde wil trekken tegen de plannen van dit kabinet. Omdat die onverstandig, onnodig en soms ronduit onfatsoenlijk zijn. Wij zullen net zo lang strijden tot die plannen verdwijnen of tot dit kabinet verdwijnt. Laat ik een paar voorbeelden noemen. Neem de bezuiniging op het passend onderwijs. Kinderen die extra aandacht nodig hebben, wordt die ontnomen. Dat raakt me als sociaaldemocraat. Dat raakt me als politicus. En dat raakt me als vader. Ik heb van dichtbij meegemaakt wat die extra begeleiding op school voor verschil maakt. Voor de kinderen, voor de ouders, maar ook voor de leerkrachten. Die op die manier ook andere kinderen voldoende aandacht kunnen blijven geven en zo iedereen de kans geven om het beste uit zichzelf te halen. Wie daar de begeleiding weghaalt, berooft kinderen van hun kansen. En dat doe je niet in een fatsoenlijk land. Of neem de mensen in de sociale werkvoorziening. Tijdens mijn campagne de afgelopen weken werd ik bij vrijwel ieder bezoek erover aangesproken. Door Alex, door Janine, door Marieke, door vele anderen. Zij verdienen hun inkomen, maar vooral hun zelfrespect in de beschutte arbeid. En ze zijn nu doodongerust over het wegsnijden van hun baan. En dan hebben wij een premier die het heeft over kansen pakken. Marieke, Alex, Janine en al die anderen, die pakten hun kansen. En jij pakt hen die kansen weer af, Mark. Jij berooft ze daarmee van hun baan, hun inkomen en vooral van hun zelfrespect. En ik zal jou tegenhouden, omdat in een fatsoenlijk land iedereen een eerlijke kans verdient. En inmiddels dreigen Rutte en de zijnen nog meer schade aan te richten. Het katshuisberaad is begonnen en er is weinig fantasie voor nodig om te weten waar het heen gaat. Naar een versterkte voortzetting van de afgelopen 1,5 jaar. Meer korte termijn hak- en breekwerk in essentiële voorzieningen en in de koopkracht van de lage en de middeninkomens. Huurders gaan meer betalen, maar villabewoners die houden hun riante aftrek. Agenten, verplegers en leraren gaan op de nullijn, maar de bonussen blijven onaangetast.
Bezuinigingen op zorgtoeslag, op huursubsidie, op kinderopvang, die stapelen zich op bij juist die gezinnen die nu al nauwelijks de eindjes aan elkaar kunnen knopen. En, zo weten we sinds een week, we krijgen niet alleen meer financieel trapezewerk, we kunnen ook meer heilloze polarisatie en flinkheid op immigratie en integratie verwachten. En beste mensen, deze cocktail van angst voor de toekomst, doorgeschoten ieder voor zich denken en misplaatste rechtse rancune die dit kabinet aan Nederland serveert, verdient niet minder dan het sterkst mogelijke weerwoord. Een weerwoord dat gebaseerd is op onze uitgangspunten. Eerlijk delen, kansen bieden, vooruitgang creëren. En dat weerwoord, dames en heren, dat gaan wij bieden. Wij zullen daarvoor zelf met heldere alternatieven komen. Om de economie weer te laten groeien, banen te scheppen, het begrotingsevenwicht te herstellen. Ook als daarvoor moeilijke hervormingen en bezuinigingen nodig zijn. Wij durven die keuzes aan. Om de woningmarkt uit het slop te helpen, om mensen die hun baan verliezen weer sneller aan het werk te krijgen, om de explosieve stijging van de kosten in de zorg in te dammen en om onze energievoorziening te verduurzamen. En we zullen zeker die ene hervorming niet vergeten. Die van de financiële sector. Heeft u de brief van Greg Smith gelezen? Deze directeur van Goldman Sachs legt in de New York Times uit waarom hij ontslag neemt. Omdat niemand bij zijn bank meer de vraag stelt hoe ze de klant het beste van dienst kunnen zijn, maar alleen hoe ze hem zoveel mogelijk geld uit de zak kunnen kloppen. Het is deze cultuur die ons in deze crisis heeft gestort en waarmee een kleine groep rijk werd, maar gewone mensen hun huis, hun baan en hun pensioen verloren. En dat... Dames en heren, zo'n brief maakt mij razend. Want het is die door en door verrotte moraal die wij moeten bestrijden. Stop nou die perverse bonussencultuur, split de zakenbanken, creëer nutsbanken. Rust niet voordat de financiële sector ophoudt om met roekeloos gedrag onze collectieve welvaart op het spel te zetten. En dat kan, zeg ik ook tegen mijn vrienden van de SP, die zo graag ook de financiële sector aanpakken, echt alleen als we Europees willen samenwerken. Nationale toezichthouders... Want nationale toezichthouders staan immers machteloos tegenover internationale banken. Die Europese bankenautoriteit die moet worden versterkt, moet bevoegdheden krijgen die lijken op die van het Europese Hof van Justitie. En een Europese bank, aanpak van de banken, is onderdeel van een bredere Europese agenda die wij moeten nastreven. Breder dan alleen de kale financiële begrotingsobsessie die ons kabinet samen met 14 andere rechtse regeringen in Europa nu in de greep houdt. Europa moet weer een hoopvol project worden. Een politiek project. Een sociaal project. Geen technisch concept gebaseerd op neoliberale grondslagen. Er is een grote toekomst voor een sterk en sociaal Europa. Waarin landen steeds meer naar elkaar toe groeien. Profiterend van elkaars kracht en elkaars zwaktes opheffend. Een Europa dat veel meer is dan een markt en een munt. Een Europa waarin collectieve welvaart boven individuele rijkdom gaat. Waarin samenwerking het wint van machtsuitoefening. En waarin de toekomst van onze kinderen belangrijker is dan instant bevrediging. Dat is ons alternatief tegen de wantrouwende Europese agenda van dit kabinet. En als het kabinet onze steun wil voor haar Europees beleid, zal zij onze agenda moeten overnemen. Ook hier kan het kabinet haar borst nat maken voor een offensievere Partij van de Arbeid. Maar partijgenoten, om de partij weer terug te brengen daar waar die hoort, in het hart van de samenleving, moet onze politiek echt over meer gaan dan over economie of over Europa. Dan moet die over mensen gaan. De piramide van Maslow geldt ook in de politiek. Wie de basis niet op orde heeft, kan de rest vergeten. Hoogdravende verhalen over Europa, over investeren in duurzaamheid, over hoogwaardige kenniseconomie, over hervormingen van de woningmarkt, die vinden dan letterlijk geen enkele grond. Mensen hebben niets tegen hoogdravende doelen en mooie vergezichten. Maar ze hebben, zoals wij allen, vooral ook andere zorgen. Over hun baan, over de school van hun kinderen, over de veiligheid van hun straat. En let wel, ze zijn niet uit op hulp.
Niet van de overheid, laat staan van de Partij van de Arbeid. De meeste mensen klimmen heus zelf op eigen kracht langs de maatschappelijke ladder omhoog. Maar dan moet die ladder daar wel staan en goed onderhouden worden. En het is daar waar wij veel mensen zijn kwijtgeraakt. Bij die ladder, aan de basis, op straat, op school, in het verzorgingstehuis, bij het gemeenteloket. De onttakeling van deze publieke voorzieningen is hun grootste steen des aanstoots. Ze zien de directeur van het verzorgingstehuis, waar hun moeder in een 24-uursluier ligt, wegrijden met 4 ton salaris per jaar. En ze horen en lezen veel over de toenemende overlast op straat en ze ervaren het zelf ook. Hun nichtje werd onlangs op klaarlichte dag beroofd. En ze schrikken van de kilheid van de middelbare school van hun kinderen, inmiddels opgegaan in een conglomeraat van scholen wat een halve provincie beslaat. Daar aan de basis, waar de overheid het meest verantwoordelijk is, juist daar zien zij de grootste gaten vallen. Hardwerkende gezinnen hebben het gevoel dat ze veel bijdragen aan al die voorzieningen en er weinig voor terugkrijgen. En dat rekenen ze ons zwaar aan. De Partij van de Arbeid zal het herstel van de publieke zaak weer tot haar absolute prioriteit moeten maken. De straat, de school en al die andere voorzieningen, die vormen de verheffende en verbindende kracht in Nederland. En ik kies daarbij onverkort voor de werkers in de frontlinie. De agent, de onderwijzer en de verpleger. Dat zijn onze geluksmachines. Die zet je niet uit, Mark, die maak je sterker. En dat betekent... En dat betekent dat we hen de ruimte moeten geven die ze nodig hebben en het respect dat ze verdienen. En ook als we daarvoor de bestaande instituties te lijf zullen moeten. En ook in deze discussie dus, over de publieke ruimte, over de publieke moraal, staan kabinet en wij diametraal tegenover elkaar, met botsende visies. Nederland is veel meer dan een verzameling individuen. Wij maken samen dit land. Wij organiseren in dit land samen de cruciale voorzieningen. Wij bouwen samen die ladder waar langs iedereen omhoog kan klimmen. Niet ieder voor zich, maar samen werkt beter. En dat is waar ik voor ga strijden. En als u nou dezelfde energie voelt als ik, en als u ook gelooft dat we samen meer kunnen bereiken, als u met mij deze strijd wil aangaan, dan ben ik vol vertrouwen dat wij een stem gaan geven aan de meerderheid van de mensen in Nederland die wil dat het anders gaat en die weet dat het anders kan. En dan ben ik vol vertrouwen dat de Partij van de Arbeid binnenkort de grootste partij van Nederland zal zijn. Ik dank u wel.